a good feeling right now. We got the 3 points, and that was the most important thing. And of course, it was a good start for me with a goal. How did you do it? I got a good pass from Goran. He passed it to the first post, and I took a chance and touched it with the outside of the foot, and then went in. And of course, good feeling. Was it so easy as it seemed? I don't know. I never think it's easy to score a goal. Of course, you have to be in the right position, but it was okay. About the game, how do you look back? We had a good start, and then Hanfin took over and had a couple of chances, two big chances in the first in the end of the first half, and we were a bit lucky that it was 0-0 at halftime. But then we fought well, and we got one chance, and we scored in the second half, and that's good. Does Groningen deserve this win? You'll never know. It's of course we were the more effective team, and we scored on the chance we had, and yeah, we got the 3 points and we're happy. Een nummer 9 is terug bij Groningen. Ja, maar een nummer zegt niet alles. Het gaat om wat je ermee doet. En hij heeft eigenlijk precies laten zien, zoals hij eigenlijk omschreven is voor de wedstrijd, na de eerste week van trainingen en vandaag ook. Je hebt hem eigenlijk nauwelijks in beeld gezien. Ook wel omdat we in grote fases ook werden teruggedrongen door Heerenveen. Maar hij was er en hij beslist de wedstrijd. En dat is denk ik wat jij bedoelt met een nummer 9. Ja, want die moet scoren. Vraag jij je nog af hoe die het deed? Nou, dan kun je wel zien dat hij niet bang is om een kans te krijgen en cool blijft. En technisch gewoon heel snel de situatie kan beoordelen en handelen. Want het was eigenlijk niet eens een fantastische voorzet. En hij komt eerst de paal. Het was een moeilijke hoek. En met buitenkant rechts tikt hij hem gewoon heel rustig gewoon binnen. Cool. Zoals het bij een echte spits hoort. Hè? Hier doe je het allemaal voor, of niet? Ja, werd een keer tijd, hè? Nee, het is geweldig om hier een keer te winnen. Na zo'n lange tijd en ook op een heel belangrijk moment voor ons als team en als club zijnde. Dus het kon eigenlijk niet beter. Een goed begin de eerste 10 minuten. Ja, ik denk dat we heel goed begonnen. En dat was wel verrassend, want we hadden Heerenveen toch wat sterker verwacht. Ook helemaal in de beginfase. Maar ik vond ons heel sterk voetballen. En eigenlijk ontbrak het er maar aan één ding. En dat was een doelpunt. Wat vond je van je nieuwe rol als nummer 10? Ja, in het begin vond ik het heel lekker gaan. Rechts, links, hoek in. En iedereen vooruit voetballend. En voor mij ook heel lekker eigenlijk. Ja, in het tweede gedeelte van de eerste helft hadden we het wat moeilijker, ook ik, omdat het veld werd groter en de tweede ballen waren meer voor hun. Maar over het algemeen viel het wel, ja. Het was even een zware bevalling, de eerste 6 wedstrijden. Ja. Maar is het nieuwe Groningen nu geboren? Ja, dat hebben we wel tegen elkaar gezegd van tevoren. We moeten nu een nieuwe start maken en een paar nieuwe jongens erbij, vers bloed. En iedereen gaat ervoor, we hebben heel hard getraind. Eigenlijk vanaf het begin van het seizoen al. Alleen de resultaten die zaten niet allemaal altijd even mee natuurlijk. En dat je vandaag hier wint is heel mooi en inderdaad een nieuwe start. Vandaag was het geen goede wedstrijd, maar wel 3 hele grote belangrijke punten. En daarom ben ik blij voor het team en voor de supporters ook. En een belangrijke rol als invaller deze keer. Ja, ik hoop dat ik niet super soep worden na die wedstrijd. Maar het was moeilijk voor mij om op de bank te zitten. Maar ik had geen probleem. De trainer heeft gezegd dat we hebben 6 goede middenvelders. En hij moet de keuzes maken. En ik en Femi moesten op de bank zitten. En we moeten gewoon, trainer is de baas en we moeten zijn beslissingen respecteren. En daarna, als ze invallen, dan moet je best doen voor het team en voor jezelf. Vond je meteen dat er meer diepte was aan de rechterkant met Ene Voltsen? Nou, de eerste helft en zeker in het begin zeer zeker. Alleen, daarna zie je wel, en zeker nadat wij met 1-0 voorkwamen, dan worden het eigenlijk ook, gaan ze met de lange bal spelen en dan staan alle middenvelders ook ver op eigen helft. Dus daarna hebben we het niet zoveel meer gezien. En ik denk ook wel dat de tempo-slag, dat het ook wel zijn kracht heeft gekost bij Thomas. Ik had het eerlijk gezegd niet verwacht dat hij zou beginnen. Waarom toch de keus voor Ene Voltsen? Ja, dat had ik ook niet verwacht op maandag. Alleen ik vond dat hij op de training zo'n gedreven en goede indruk achterliet. En ik vond dat Femi toch wat, die kwam van Nigeria terug en had wat lichte liesklachten. En ik vond hem niet helemaal fris. Dus vandaar de keuze.
Oké, duidelijk. Dan de tweede helft, waarin Heerenveen meer en meer gaat drukken. Nog bang geweest voor de blessuretijd? Je denkt er nog wel even bij na. En dan denk je van, nou, man meer, speel het slim uit. Nou, dat is denk ik de domste fase die wij vandaag op het veld hebben neergelegd. Want we spelen elkaar gewoon een bal in en dan sta je zomaar buitenspel. En nog een keer buitenspel en domme overtredingen. Dus eigenlijk moet je dan het gewoon uittikken. Maar wat dat betreft waren ook de blessuretijd. Dat past wel bij deze wedstrijd, denk ik. Ja, je doelt dan in dat soort situaties op een situatie met Lovren die de bal moet geven aan Enevoldse. Dat doet hij dan niet, maar hij viel wel goed in, vond ik. Ja, hij viel heel goed in als je kijkt naar het rendement, want het was zijn voorzet. Alleen ik vind toch wel, hij heeft een enorme passie getoond, maar daar vergeet hij de slimheid in. Want hij had die bal eerder moeten spelen, maar of dat dan slimheid is, dat kan ook inzicht zijn in die situatie. Of misschien wilde hij het iets te graag zelf doen. Maar er waren nog een paar situaties dat ik denk van, hou nou je controle, want je moet niet alleen je tegenstander gek maken, maar je moet zelf moet je wel bij de les blijven. En dan was hij een paar keer niet al te slim met overtredingen en buitenspelsituaties. Die voorzet van jou op Noordstrand, had jij ooit gedacht dat hij de bal in het doel zou krijgen? Ja, we oefenen altijd de dag voor de wedstrijd dat de spitsen moeten op de eerste paal komen. Dus ik verwacht dat iemand moet op de eerste paal komen en gelukkig was hij daar. En hij tikte hem heel mooi binnen, dus het was goed voor hem. Maar ook de assist was belangrijk voor mij, voor het gevoel. En, daarna moeten we nog misschien twee of drie keer beter uitspelen. En misschien moet ik de bal 3-1 moet ik uitspelen. Maar ja, het doel was open en ja, ik schiet misschien niet zo goed. Maar het belangrijke ding is dat we hebben gewonnen en dat we hebben drie belangrijke punten. Hele grote punten. Je hebt het altijd gezegd, een overwinning hebben we nodig om het vertrouwen op te schroeven. Ja, dit moet een enorme boost geven. Ja, maar eigenlijk hebben we ook wel twee overwinningen nodig om weer omhoog te komen. En nog veel meer. Dus ik hoop dat dit een aanzet is tot een betere start. Het is nu al een betere blik op de ranglijst. En je ziet dat je in ieder geval zeg maar, tot de middenmoot hou je nu in ieder geval de aansluiting. En we hebben nu nog 28 wedstrijden om aan het eind van de rit in het linkerrijtje te staan. En liefst ook weer play-offs te spelen om Europees voetbal. Maar dat is nog een hele lange weg. Nou, ik hoop dat dit het omslagpunt is. En eindelijk een keer gewonnen in Heerenveen. Ja, dat weegt toch wel een klein beetje mee. Maar ik moet wel zeggen, dat doe ik meer vanwege het eigen gevoel en niet vanwege het gevoel van Heerenveen. Want ik vind dat echt een mooie club. En die gaan ook wel weer omhoog komen. Ze hadden vandaag eigenlijk niet verdiend om te verliezen. Dus ik heb ook geen zin om daar te veel nadruk op te leggen dat we bij Heerenveen hebben gewonnen. Maar als je daar 7 keer verloren hebt en je wint een keer, dan mag je ook wel een beetje blij zijn, denk ik.